rust van mijn tuin wil ik jullie graag meenemen in een compositie van de Filipijn Feliciano. Silence My Soul is een eerder meditatieve compositie, een rustige compositie, die de rust van deze dagen misschien kan meenemen naar jullie concerten later, als het terug mag. Het is een heel eenvoudige compositie. Een compositie die kan gezongen worden door een gemengd koor, maar evengoed door een gelijkstemmig dameskoor of zelfs een kinderkoor. De compositie bestaat uit 4 zinnetjes, echt wel korte zinnetjes, en ik laat u die graag horen. Dit waren de 4 zinnetjes gezongen door contratenor Pieter de Prater. Waarvoor dank, Pieter. De partituur laat eigenlijk heel veel vrijheden toe. Het belangrijkste, en daar komt het op neer, is dat deze 4 zinnetjes in een rustig tempo door iedereen willekeurig door elkaar worden gezongen. Je bouwt daarbij voorzichtig dit werk op. Ik maak een simulatie en ik laat die eventjes horen. Ik kreeg met dit fragmentje door Pieter gezongen een beeld van hoe het kan klinken. Wat hier ontbreekt is nog de bourdon. De bourdon die ook op de partituur expliciet wordt gevraagd. Je kan die laten zingen door je mannen, de bassen de onderste do, de tenoren de sol. Zij kunnen daar uiteindelijk ook heel rustig de tekst op declameren. Als je dit met een dameskoor doet, kan je dat ook door dames laten zingen. Of je kan het ook door een instrument laten meespelen. En om af te sluiten geef ik je nog een tip. Zet jouw zangers op verschillende plaatsen, op verschillende locaties in de kerk of in de concertzaal en dan komt het nog indrukwekkender over. We luisteren naar een opname. Veel plezier!